is betrokken bij 9 verschillende reeksmoordenaars onderzoek en ja, waar ik persoonlijk onderzoek beambte was. En met respect niet mijn rug te krabben. Ik was die politiebeambte of speer waar de meeste reeksmoorden in de wereld opgelost het. Piet Bijleveld heeft voor amper 4 decades lang van die landse moeilijkste moordzaken opgelost. Dit sluit die moorden op Lee Matthews en Chaldeen Human in. Bijleveld heeft ook die Nasrek en die Wemmerpan reeksmoordenaar vastgetrek. Die Nasrek reeksmoordenaar heeft minstens 16 vrouwen verkracht en vermoor. Die Wemmerpan reeksmoordenaar is aan 27 moorden schuldig bevind. Die sentence was goed voor mij, baie goeie sentence, maar ek zou die doodstraf kies. In 2010 het Bijleveld afgetree en een privaat speurdienst begin. Maar hij was later in omstredenheid gehaal. Bijleveld is onder meer daarvan beschuldigd dat hij niet zijn collega's die erkenning gegee het wat hulle toekom neem. In een onderhoud met Marula Media het hij ook niet geskroom om zijn mening te gee oor hoe die Oscar Pistorius saak hanteer moes word nie. Ek sien ten eerste so ek volle beheer geneem het van die saak en niemand sou daar op die toneel by my geïnterfereer het. Ek sal definitief niemand toegelaat op die toneel. Het sy familielede al, het sy wie. En natuurlijk, ek sal my manier van onderzoek verskil van baie mense. Ek is in beheer, niemand anders nie. Verskeie familielede van slagoffers het Bijleveld ook daarvan beskuldig dat hy hulle met duisende rand ingeloop het sedert hy as privaat speurder begin werk het. In reaksie hierop het hy in 'n onlangse onderhoud met Rapport gesê dat hy eenvoudig nie allemaal kon help nie.